De grote prijs. De LPB Award. Je krijgt een trofee. Die staat er al prachtig uitgelegd. De eerste prijs. En je krijgt dan een bedrag van 1500 euro. Dat is ook best aardig. Denk ik. Ja, ik zie al wat hebberige blikken. De Bonetta. Een buurtmoestuin in het centrum van Zaanstad. Dat is op een terrein wat braak lag. Het zag er niet uit, het werd echt een stortplek. En het begon eigenlijk van hoe houden we een beetje het zicht van die stortplek weg. Toen zijn er doeken geplaatst om de tuin heen met afbeeldingen van Monet. Omdat Monet 4 maanden in Zaandam heeft geschilderd. Ah. Dus mooie schilderijen van Zaandam. De volgende stap was, maar dat is heel kort op de bocht, ja. Dat er een moestuin kwam. Prijs is voor het meest creatieve, vernieuwende, meest inspirerende. Wat is er heel, wat vind jij, je moet je wel een beetje verkopen, wat is het meest vernieuwende? Nou, het idee van een stadsjaar van de tuin vind ik is dat het een hele belangrijke taak heeft in het ontmoeten van mensen. Mensen hebben een plek gekregen om iets te organiseren. Jeugdwerk Pottenberg. Jullie kijken er helemaal benauwd bij. Jullie komen uit Maastricht. Nou, ik voor de rest kom even hier dan. Kijk. Kunnen we een beetje bij elkaar. Wat is Pottenberg voor wijk eigenlijk? Ik ken het helemaal niet, natuurlijk. Ja, Pottenberg behoort in Maastricht tot een van de voorgraafswijken. Dus een moeilijkere wijk, laat ik het zo maar uitdrukken. Ja, daar moest wat gebeuren. En ja, goed, dat was een kinderclubje. Dat was gewoon door een traject, dat is de welzijnsinstantie. En dat was 2 uurtjes per week. En eigenlijk vonden we dat de weinig. En wie zijn we dan? Vonden jullie het allemaal? Meteen? Jij vond het te weinig? Ik ben niet van de moeder van de kinderen wat er 2 keer per week komt. Dus, ja. Ja. En toen dacht je 2 uur, dat is helemaal niks. 2 uur is helemaal niks. Nee. Nee. Dus, ja, we zijn eigenlijk een beetje uit onze voegen gegroeid, zeg maar. Voor succes. Ja, maar ik weet niet of het succes is. We vinden het gewoon allemaal leuk. Service winkel Gassel. Ja. Nou, waar ligt Gassel? Waar gaan we beginnen? Ligt op de Maas, tussen Graven en Kijk, aan de meest oostelijke hoek in Brabant. Oké. Okay. Hey, en een dorpsservice winkel, wat moet ik me daar, als ik daar nu binnenkom, wat zie ik dan? Nou, een lege winkel. Oké, okay. Een leeg winkel. Ja, we hebben een. Vanaf 1998 zijn wij als project opgestart om dat hele dorp, en een dorp met nog geen 1200 inwoners, waar iedere voorziening wegraakt. Door leeftijd, ziekte, enzovoort, enzovoort. Er was bij ons in het dorp dus helemaal niets meer. Nee, nou, u wel. We hebben een tijd gekend van 3 cafés, 4 kruideniers, 2 bakkers, enzovoort, enzovoort. En er was nu helemaal niets meer. Nou, de Rabobank had ook een gebouw in het Rijken weg te gaan. En toen hebben wij een 98 initiatief genomen om dus weer terug te halen in ons dorp wat mogelijk was. Ja, dat is Willem Stap. Dat is de voorzitter van de LVB, hè? Dat kennen we allemaal. Maria Jigits van de NSA. En de voorzitter, wethouder Rob van Buijen. Mag ik jullie uitnodigen? Het meest moeilijke vind ik wel hoe je net presenteerde en mensen al vertelde. Dan denk ik van, jeetje, Nina. Moeten we nog een keuze maken ook nog? En Het heeft over groen, over tuin, over ontmoeten, over jeugdwerk, over een kleine gemeenschap, wat oudere mensen. Maar allemaal iets om te betekenen voor de omgeving waarin je woont. En de eerste prijs is gegaan naar Stichting Dorp Servicewinkel Gassel. Ik sta hier bij Nico Paap. Nico, jij kan er alles over vertellen. Ik kan er alles over vertellen. Er is heel veel over te vertellen, want we zijn net 2,5 dag bezig geweest met meer dan 400 vooral ambtenaren uit het land die vanuit hun eigen gemeente wijkgericht werken. Wijkmanagers zoals ik. En we hebben net in de flint gehoord dat je het eigenlijk geen managers moet noemen, maar wijkwerkers. En dat is misschien gelijk de kern van wat hier gebeurd is. Wij hebben 2 dagen nagedacht met elkaar, gepraat met elkaar, heel veel inspiratie gekregen, workshops gedaan. En zelfs gefeest met elkaar om na te denken hoe moet je nou in de toekomst, en de toekomst begint nu,
omgaan met de mensen die in de stad wonen en leven. Want daar werken wij voor en daar ging dit congres over. Ja, want jij zegt daar werken wij voor. Wat doe jij precies bij de gemeente Amersfoort? Ik heet dan bij de gemeente Amersfoort Wijk. En dat doe ik voor een aantal wijken en ik heb een aantal collega's die dat voor andere wijken doen. En daarmee ben ik een soort van verbinder van het stadhuis en de mensen in de wijk. Ja. Maar ook andere collega's van mij die niet een naam wijk in hun functie hebben, die verbinden zich natuurlijk en werken voor mensen in de stad. En dat is eigenlijk waar we steeds verder naartoe moeten. De verbinding moet beter en sterker. Wat mij volgens mij ook opviel was dat er behoorlijk veel vrijwilligers ook waren. Ja, wat heel leuk is, ik ben degene die dit congres heeft georganiseerd met een hele grote groep mensen die daar aan mee konden. Dat waren mensen die ik ken uit de rest van het land, collega's van mij, een aantal collega's uit het stadhuis, maar heel belangrijk, het gaat over het werken voor de stad en de mensen in de stad. En het zou heel gek zijn als die mensen niet op het congres zouden zijn. De visie is dat er meer vrijwilligers welzijnswerktaken moeten gaan doen in de wijken. Dat hoor je natuurlijk steeds meer. En het is niet zozeer moeten doen wat mij betreft. Je merkt gewoon dat mensen in de stad, in de wijken, heel veel eigen initiatief hebben om dat zelf op te pakken. En wat wij moeten doen als overheid, maar ook het welzijnswerk, is zorgen dat die mensen daar de mogelijkheid voor hebben. Bij de uitreiking van de award namelijk, zag ik ook dat vooral een aantal hele sterke vrijwilligers hele mooie dingen hebben gedaan voor hun stad of wijk. Ja, dat klopt. En die genomineerden die hier op het podium stonden, het waren er drie, maar die zijn gekozen door allerlei mensen in het land. Dus er is een verkiezing geweest op internet. Dit waren de drie met de meeste stemmen. En je ziet dan dat de initiatieven waar de bewoners zelf hun heft in handen hebben genomen, dat die dus heel hoog scoren. Zowel bij de verkiezingen in het land op internet, daar heeft iedereen die mee kunnen doen, maar ook de jury had daar lovende woorden voor over. Dus het is de toekomst, het is ook het nu, want ze zijn er al die initiatieven. En de mensen vinden het schijnbaar erg leuk, hè? Ze genieten ervan en volgens mij worden ze zelfs gelukkiger van. Kijk. Is dat een quote van dit congres, dat je zegt, oké, we hopen dat mensen gelukkiger geworden zijn door de nieuwe initiatieven die we bedacht hebben, of die we gehoord hebben van elkaar? In essentie gaat het erom. Ja. Ja. Zoek je eigen en elkaars geluk en help elkaar. Nou, bedankt. Oké. Tot ziens.